microfoon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasul. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zoals elke Ahmadi weet, herdenkt de Jamaat op 20 februari de profetie van Musleh Maud. In het licht hiervan houden de verschillende Jamaats Jalsa. De 20ste van februari is nog 3 dagen verwijderd, maar ik vond het gepast om hierover in de preek vandaag te spreken. Deze profetie had betrekking op een zoon die geboren zou worden voor de beloofde Messias, alayhissalam, die vele kwaliteiten zou bezitten door de buitengewone hulp en steun van Allah de Almachtige. De beloofde Messias, alayhissalam, heeft deze profetie op de volgende manier gepresenteerd. Hij verklaart: Allah de Almachtige, de Hoge, de Genadevolle, de Barmhartige en de Heilige God, die macht heeft over alle dingen, wiens majesteit verheven is en wiens naam gezegend is. Hij openbaarde aan mij: ik schenk u een teken van mijn barmhartigheid overeenkomstig uw smeekbeden. Zo heb ik jouw smeekbeden gehoord en jouw gebeden door mijn barmhartigheid en mijn aanvaarding vereerd en jouw reis, dat wil zeggen de reis naar Hoshiarpur en Ludhiana, tot een bron van zegeningen voor jou gemaakt. Daarom wordt u een teken van macht, genade, nabijheid geschonken. Wordt u een teken van genade en weldaad verleend. En wordt u de sleutel van succes en overwinning toegekend. Vrede zij met u, o overwinnaar. Zo heeft God gesproken, opdat zij die het leven verlangen, uit de greep van de dood worden gered. En opdat zij die in de graven zijn begraven, eruit komen. En opdat de superioriteit van de islam en het rang van Gods woord aan de mensen duidelijk worden. En opdat de waarheid met al haar zegeningen aankomt en de valsheid met al haar kwalen vlucht. En opdat de mensen zouden begrijpen dat ik de Heer van de macht ben, ik doe wat ik wil. En opdat zij zouden geloven dat ik met jou ben. En opdat zij die niet in God geloven en zijn godsdienst en zijn boek en zijn heilige boodschapper Mohammed, de uitverkorene, sallallahu alaihi wasallam, loochenen en verwerpen, met een duidelijk teken zouden worden geconfronteerd en de weg van de schuldigen openbaar zou worden. Verheugt u daarom dat u een knappe en reine jongen zal worden geschonken. Gij zult een ongeschonden jongeling ontvangen, die van uw zaad en van uw nageslacht zal zijn. Een knappe en reine jongen komt als uw gast. Zijn naam is Emmanuel en ook Bashir. Hij is beladen met een geest van heiligheid en hij is vrij van alle onreinheid. Hij is het licht van Allah. Gezegend is hij die uit de hemel komt. Hij zal vergezeld worden door genade die met hem zal aankomen. Hij zal gekenmerkt worden door majesteit, grootsheid en rijkdom. Hij zal in de wereld komen en velen van hun aandoeningen genezen door zijn messiaanse kwaliteiten en door de zegeningen van de geest der heiligheid. Hij is het woord van Allah, want Allahs barmhartigheid en eer hebben hem uitgerust met het woord van majesteit. Hij zal uiterst intelligent en scherpzinnig zijn en zachtmoedig van hart en vervuld van wereldlijke en geestelijke kennis. Hij zal 3 in 4 veranderen. De beloofde Messias alaihissalam heeft geschreven dat hiervan de betekenis niet duidelijk is. Het is maandag, een gezegende maandag. Farzand-e-dilband, garami, arjmand, mazharul awwale wal akhir,
Mazharul haqqi wal ala. Ka'annallaha nazala min as-sama. Zijn komst zal zeer zegend zijn en zal een bron zijn van manifestatie van goddelijke majesteit. Zie, een licht komt, door God gezalfd met het parfum van zijn welbehagen. Wij zullen onze geest in hem gieten en hij zal beschut zijn onder de schaduw van God. Hij zal snel in aanzien groeien en zal het middel zijn om de vrijlating te bewerkstelligen van hen die in slavernij worden gehouden. Zijn roem zal zich verspreiden tot aan de uiteinden van de aarde en volkeren zullen door hem gezegend worden. Daarna zal hij worden verheven tot zijn geestelijke plaats in de hemel. Wakana amran maqdiya. In overeenstemming met de in de profetie genoemde tijdsperiode werd er dus een zoon geboren voor de beloofde Messias, al-Islam, wiens naam Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad was. Allah de Almachtige benoemde hem ook als de tweede kalif van de beloofde Messias, al-Islam. Toen, na een lange tijd, kondigde Khalifatul Masih de Tweede, radiallahu ta'ala anhu, op de hoogte gebracht door Allah de Almachtige aan dat ik de zoon ben die door de beloofde Messias alayhisselam was voorspeld om de beloofde hervormer te worden. Zowel leden van de gemeenschap als niet-Ahmadis hebben openlijk erkend dat hij door Allah de Almachtige begiftigd was met wereldlijke en geestelijke kennis. Hij was intelligent, scherpzinnig en bezat vele andere kwaliteiten. Op dit moment zal ik spreken over enkele van de intellectuele en diverse prestaties van Hazrat Masih Maud radiallahu ta'ala anhu. Alvorens te luisteren naar de details die ik u zal presenteren, is het noodzakelijk om in gedachten te houden dat Hazrat Masih Maud als kind een zeer slechte gezondheid had. Zijn jeugd werd doorbracht in kwalen. Hij had ook problemen met zijn gezichtsvermogen. En op een gegeven moment begon hij het gezichtsvermogen in één oog te verliezen. Bovendien had hij weinig tot geen seculier onderwijs. Hij worstelde om zijn basisonderwijs te voltooien. Maar zoals hij zelf zegt, was het de belofte van Allah de Almachtige dat hij begiftigd zou worden met wereldlijke en geestelijke kennis. In het licht hiervan stelde Allah de Almachtige hem in staat om zulke buitengewone toespraken en preken te houden die anderen versteld deden staan. En al zijn verschillende geschriften zijn een klasse apart. Zelfs de niet-Ahmadis getuigen hiervan. Vandaag zal ik in verband hiermee enkele referenties presenteren. Maar voordat ik deze referenties presenteer, zal ik u een overzicht geven van de enorme hoeveelheid van zijn literaire werken. Toespraken, artikels, preken, vraag- en antwoordsessies enzovoort. Zijn boeken, toespraken, lezingen, artikels, brieven en andere werken die compleet zijn en gepubliceerd in de vorm van Anwarul Uloom. En wat materiaal dat bijna klaar is om gepubliceerd te worden en in deze verzameling zal worden opgenomen, hebben in totaal 38 delen. Deze delen bevatten 1424 literaire werken die 20.340 bladzijden omvatten. Zo wordt geschat. De Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Saghir en andere exegetische werken bestaan in totaal 28.735 bladzijden. Er zijn 1.808 vrijdagpreken. In totaal 18.705 bladzijden. Er zijn 91 Eidul Fitr preken. In totaal 503 pagina's. Er zijn 42 Eidul Adha preken. Dat zijn 405 pagina's. Er zijn 150 Nikah preken van 684 pagina's. Het eerste en derde deel van zijn Shura preken zijn gepubliceerd, die 2131 pagina's omvatten. Als al deze literaire werken en enkele andere bij elkaar worden gebracht,
bedragen zij in totaal ongeveer 75.000 bladzijden. De onderzoekscel heeft de archieven van 1913 tot 1970 van Al-Hakam en Al-Fazl doorgenomen en heeft een aantal werken gevonden die nog niet zijn gepubliceerd in Anwar al-Uloom of in andere publicaties. Volgens dat verslag zijn er 55 artikelen, 27 toespraken, 143 vraag- en antwoordsessies, 222 gesproken verhandelingen en 131 brieven gevonden. Dit is een enorme schat van kennis. Onder zijn intellectuele prestaties zal ik nu eerst die noemen die betrekking hebben op de vertalingen en commentaren van de Heilige Koran en de meningen en recensies van anderen. In Tafsir-e Kabir heeft Hazrat Musleh Maud het commentaar geschreven van 59 hoofdstukken, die 10 delen vormen en in totaal 5907 pagina's beslaan. Behalve deze zijn er duizenden pagina's over zijn exegetische notities gevonden, en ook deze zullen naar verwachting ooit gepubliceerd worden. Een groots werk dat hij verrichtte was de idiomatische vertaling van de Heilige Koran in de vorm van Tafsir-e Saghir. In het laatste deel van zijn leven was het Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu's grootste wens om tijdens zijn leven de complete idiomatische vertaling van de Heilige Koran op een hoog niveau te publiceren, samen met beknopte en uitgebreide aantekeningen van het commentaar. Bij zijn terugkeer van zijn rondreis door Europa in 1955 was de gezondheid van Huzoor vaak niet al te best, maar Allah de Almachtige hielp zijn beloofde kalif met de Heilige Geest op zo'n buitengewone manier dat hij in juni 1956 naar het bergachtige gebied van Murray reisde en begon met het dicteren van de vertaling van de Heilige Koran, die door de genade van Allah de Almachtige op 25 augustus 1956 bij het Asr-gebed werd voltooid. Dit gebied stond bekend als Nakhla, dat naast Kalarkahar ligt en een zeer aangename atmosfeer heeft. En daar bouwde Hazrat Musleh Maud een kleine nederzetting en dit werk werd daar gedaan. Daarna werd het 2 maal nagelezen en vervolgens werd er gewerkt aan de publicatie en de drukproef en werden er diverse andere werkzaamheden in verband hiermee voltooid. Op 15 november 1957 was Tafsir-e Saghir gepubliceerd en klaar. Op een plaats betreffende Tafsir-e Saghir heeft Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu geschreven: naar mijn mening heeft geen van de andere vertalingen van de Heilige Koran rekening gehouden met de Urdu en Arabische uitdrukkingen en idiomatische structuur als de vertaling. Wij kunnen dit in het algemeen waarnemen en ook door de aantekeningen van Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu, dat hij in zijn vertaling veel rekening heeft gehouden met de zinsvolgorde en de opbouw. Dit is puur uit de genade van Allah de Almachtige dat hij mij de kans heeft gegeven om in zo'n korte tijd zo'n buitengewone taak op zich te nemen. Hij verklaart verder: Allah de Almachtige stelde deze oudere en zwakke persoon in staat om zo'n gedenkwaardige taak uit te voeren die menig sterk mens niet kon uitvoeren. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu verklaart verder: in de afgelopen 1300 jaar zijn er veel sterke jonge mensen geweest, maar geen van hen was in staat om de taak uit te voeren die Allah de Almachtige mij in staat stelde uit te voeren. In werkelijkheid zijn dit de werken van God de Almachtige en hij vervult het door wie hij wil. Dan, op een andere plaats verklaart hij: door de genade en barmhartigheid van Allah de Almachtige heb ik de vertaling van de gehele Heilige Koran voltooid. Met andere woorden, de vertaling is van Alhamdulillah helemaal tot Wan Nas. Daarnaast is er een kort commentaar dat in vergelijking met Tafsir-e Kabir veel onderwerpen op een beknopte manier behandelt die zelfs niet in Tafsir-e Kabir zijn behandeld. Verder is het Engelse commentaar op de Heilige Koran een ander belangrijk werk dat het vijfdelig commentaar wordt genoemd. Aan het begin van dit commentaar heeft Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu een uitzonderlijk inzichtelijke inleiding geschreven, die op ongeëvenaarde en meeslepende wijze licht werpt op de noodzaak van de Heilige Koran, naast andere goddelijke geschriften, het zuivere leven van de Heilige Profeet, sallallahu alaihi wasallam, de samenstelling van de Heilige Koran en andere Korankennis.
Aan het einde van deze inleiding schreef Hazrat Moslih Maud een nota van dank en erkenning, waarin stond: tot slot wil ik mijn erkentelijkheid betuigen voor de onschatbare diensten van Maulvi Sher Ali Sahib, die ondanks zijn zwakke en falende gezondheid een groot deel van zijn tijd heeft besteed aan de vertaling van de tekst in het Engels. Ook wil ik hem samen met Malik Ghulam Farid Sahib, Wailan Chaudhry Abul Hashim Khan Sahib en Mirza Bashir Ahmed Sahib bedanken voor het werk dat zij hebben verricht om uit mijn toespraken en geschriften het materiaal te halen waarop de toelichting is gebaseerd. Hazrat Moslih Maud radiyallahu ta'ala anhu schreef verder: ik wens ook te verklaren dat, aangezien ik een leerling was van Khalifatul Masih de Eerste, een groot deel van wat ik van hem heb geleerd in de toelichting wordt weerspiegeld. Deze aantekeningen zijn dus in feite gebaseerd op de interpretatie van de Koran door de beloofde Messias alayhisselam, de eerste kalif, en mijzelf. Aangezien God de beloofde Messias al-Islam had gezalfd met zijn geest en hem had geëerd door hem de kennis te schenken die nodig was voor de ontwikkeling van deze en volgende generaties, vertrouw ik erop dat dit commentaar zal dienen om veel van hun kwalen te genezen. De blinden zullen zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken, de kreupelen en de lammen zullen lopen. En Gods engelen zullen het zo zegenen dat het zal slagen in de vervulling van het doel waarvoor het wordt uitgegeven. O Heer, veroordeel dat zo. Iedereen die het tot nu toe heeft gelezen, waaronder diverse niet-moslims en christenen, is er zeer lovend over. Allama Niaz Fatehpuri Sahib is een prominent schrijver en onderzoeker. Hij was de redacteur van het maandblad Negar. Hij is geen Ahmadi, maar toen hij Tafsir Kabir bestudeerde, schreef hij een brief aan Hazrat Moslih Maud radiyallahu anhu, waarin hij zei: ik bestudeer momenteel het derde deel van Tafsir Kabir en ik doe dat zeer grondig. Het leidt geen twijfel dat u een volledig nieuw perspectief hebt vastgesteld voor het bestuderen van de Heilige Koran. En dit commentaar is het eerste in zijn soort, waarin reden en bewijs op een uitstekende manier zijn gecombineerd. De diepte van uw kennis, uw vooruitziendheid, uw buitengewone analyse en inzicht en uw uitstekende manier van redeneren zijn duidelijk in elk woord ervan. En ik betreur het dat ik er tot nu toe niet op de hoogte van was. Dit is een vooraanstaand en geleerde persoon. Hierna zegt hij: gisteren, bij het lezen van het commentaar van Surah Hud, werd ik zeer verheugd na het ontdekken van uw opvatting over Hazrat Lut a.s. en ik was gedwongen om deze brief te schrijven. Het commentaar op Ha'ula'i Banati heeft u op een volstrekt unieke wijze besproken ten opzichte van alle andere commentatoren en het is voor mij onmogelijk om dit genoeg te prijzen. In een andere brief schrijft hij: 's nachts maak ik er een verplichting van om het te lezen. Volgens mij is dit het eerste commentaar in Urdu dat de menselijke geest in hoge mate kan bevredigen. Hij zegt verder: de dienst die dit commentaar de islam heeft bewezen is zo prachtig dat zelfs uw tegenstanders het niet kunnen ontkennen. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Seert Muhammad Azim Sahib van Hyderabad was een Ahmadi. En hij zegt: een bekend persoon van het subcontinent van India en Pakistan, Nawab Bahadur Yar Jung. Hij was geen Ahmadi, maar een goede vriend van Seer Sahib. Hij noemde vaak Tafsir Kabir in zijn bijeenkomsten. Hij zou altijd getuigen van de grootsheid ervan en zeggen dat hij veel voordeel had gekregen door de inzichten ervan. Vervolgens vertelt Akhtar Renwi Sahib M.A., hoofd van de afdeling Urdu aan de Universiteit van Patna, over een persoonlijk voorval. Ik gaf verschillende delen, het ene na het andere, van Khalifatul Masih de Tweede's Tafsir Kabir aan professor Abdul Manan Baidal, voormalig hoofd van de afdeling Persisch
aan het Patna College en momenteel directeur van het Shabina College, Patna. Hij was na het lezen van het commentaar zo onder de indruk dat hij de professoren van het Arabisch College, Shamsul Huda in Patna, verschillende delen van het commentaar te lezen gaf. En hij nodigde enkele van de professoren op een dag uit en vroeg hun mening. Een professor zei dat een dergelijk commentaar niet bestond onder de Persische commentaren. Professor Abdul Manan Sahib vroeg naar hun mening met betrekking tot de Arabische commentaren. De professoren zwegen. Na een korte tijd zei een van hen dat alle Arabische commentaren niet in Patna te verkrijgen zijn. We kunnen pas een juiste mening vormen na het bestuderen van alle commentaren die in Egypte en Syrië beschikbaar zijn. De professor begon oudere Arabische commentaren te noemen en zei dat geen enkel commentaar van hetzelfde niveau als het commentaar van Mirza Mahmoud in een andere taal te vinden is. U kunt ook de nieuwe commentaren uit Egypte en Syrië bestellen en mij na een paar maanden aanspreken. De geleerden van Arabisch en Persisch die daar zaten, bleven met stomheid geslagen achter. Maulana Abdul Majid Daryabadi, auteur van vele boeken en redacteur van de krant Sidq-e-Jadid Lucknow, schreef bij het overleden van Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu dat in Karachi het nieuws is gepubliceerd dat de imam van de Ahmadi Qadiani Jamaat, Mirza Bashiruddin Mahmoud, op 8 november in Rabwa is overleden. Hij zegt, hoe verschillend zijn andere overtuigingen ook mogen zijn, mogen Allah hem belonen voor de ijver en vastberadenheid waarmee hij bleef streven naar de wereldwijde publicatie van de Koran en de Korankennis en de wereldwijde prediking voor de islam. En dit bleef doen tot het einde van zijn leven. Dus in het licht hiervan mogen hij alle andere zaken over het hoofd zien. In termen van kennis hebben de uitleg, opheldering en vertaling van de Koranische waarheden en wetenschappen die hij heeft nagelaten een zeer hoge en verheven status. Dan was er een beroemde Ahrari-leider, Maulvi Mazhar Ali Sahib Azhar. Hij schrijft in zijn boek een angstaanjagende samenzwering dat Maulvi Zafar Ali Khan heeft gezegd dat de Ahrar een grote hand had in het aanzetten tot oppositie tegen Ahmadis. Om rijkdom te verwerven hebben de Ahraris een valse show opgevoerd. Hij zegt, zij verslinden het zuur verdiende inkomen van arme moslims door Qadianis tot zondebok te maken. Niemand zou deze Ahraris moeten vragen, wat hebben jullie beter gemaakt voor de moslims? Welke dienst aan de islam heeft u verricht? Heb je ooit de islam gepredikt? Hij is zelf een Ahrari. Hij zegt, o Ahraris, luister goed. U en uw volgelingen kunnen niet concurreren met Mirza Mahmoud, zelfs niet tot de dag des oordeels. Mirza Mahmoud heeft kennis van de Koran. En wat hebben jullie? Is er iemand onder u die zelfs de eenvoudige tekst van de Koran kan begrijpen? U heeft de Koran niet eens in uw dromen gelezen. Jullie weten zelf niets. Wat zullen jullie anderen leren? Zelfs uw engelen kunnen Mirza Mahmoud niet tegenwerken. Mirza Mahmoud heeft zo'n gemeenschap die bereid is om alles op te offeren aan zijn voeten met een enkel gebaar van hem. Wat heb jij, behalve beschuldigingen en grof taalgebruik? Vervloekt zij uw verraad. Vervolgens schrijft hij, Mirza Mahmoud heeft missionarissen en deskundigen op verschillende gebieden. Hij heeft de vlag van zijn gemeenschap in elk land van de wereld geplant. Ik kan niet worden ontmoedigd om de waarheid te vertellen. Ik zal zeker dit zeggen, dat als u Mirza Mahmoud wilt tegenwerken, leer dan eerst de Koran, bereid missionarissen voor en richt madrassa's op om Arabisch te onderwijzen. Als u zich tegen hen wilt verzetten, bereid dan missionarissen voor, net als zij doen, de islam prediken in andere landen. Welke eer is er in het schelden op de mirzais? Is dit het prediken van de islam? Nee, dit is enkel de ontheiliging van de islam. Toen, op 30 mei 1966, publiceerde de krant Imroz Lahore haar recensie van Tafsir-e-Saghir en verklaarde, de heilige Koran is de bron en fontein van leiding voor de hele mensheid. Dit duidelijke boek zal moslims voor altijd het juiste pad tonen in spirituele en wereldse zaken en zal degenen die verdwaald en op het rechte pad zijn, terugbrengen.
als de geleerden van vandaag dit maar konden begrijpen. Hij schrijft verder, de Heilige Koran is een complete gids voor iemands leven. Er is geen deel, aspect of fase van het leven waar we geen hulp uit de Koran kunnen halen. Maar het is duidelijk dat daarvoor begrip van de Koran nodig is. Als er geen begrip is van de betekenis van de vastgestelde geboden van God, hoe kan het proces van het verkrijgen van leiding dan beginnen? Het is belangrijk de Koran te begrijpen, dan zullen wij begrijpen wat erin staat. Gezien deze noodzaak begon het proces van exegese en commentaar van de Koran. En vanaf de openbaring van de Koran tot nu en in de toekomst zal dit proces doorgaan. Wie ook maar enig deel heeft genomen aan deze reis om de Koran te helpen begrijpen, verdient onze dankbaarheid. Wat betekent dat we hen dankbaar moeten zijn? Commentatoren die zich in hun eigen tijd hebben ingespannen om de kennis van de Koran te verspreiden, moeten ook geprezen worden, omdat op deze manier het commentaar op de Koran de vorm kreeg van een systematische inspanning en er een goed proces tot stand werd gebracht voor het effectief overbrengen van de betekenissen en beweringen. En alhamdulillah, dit proces is gaande en zal doorgaan. Hij verklaart verder met betrekking tot Tafsir-e-Saghir. Op dit moment ligt Tafsir-e-Saghir voor ons. Dit commentaar is het resultaat van de intellectuele inspanning van de leider van de Ahmadiyya-gemeenschap, wijlen Al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Naast de Urdu-vertaling van de Arabische tekst van de Koran zijn op verschillende plaatsen veel voetnoten en gedetailleerde aantekeningen gegeven ter verklaring. De taal van de vertaling en de toelichting is zeer eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Toen was er een weekblad met de naam Qandil. Het schrijft op 19 juni 1966. De passie die blijkt uit de publicatie van de Heilige Koran van de Anjuman Himayat Lahore en de Taj Company Limited is prijzenswaardig. Vervolgens schrijft hij met betrekking tot Tafsir-e-Saghir, als gevolg van de publicatie van Tafsir-e-Saghir is dit verhelderende project verder gevorderd. De vertaling en het commentaar in Tafsir-e-Saghir zijn het resultaat van het harde werk van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. De taal van de vertaling en aantekeningen is gemakkelijk te begrijpen, zodat mensen van alle intellectuele vermogens er hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien zijn de vertaling en het commentaar gepresenteerd met inachtneming van alle commentaren van degenen uit het verleden tot het heden. Vervolgens staat er, om de Heilige Koran op zo'n mooie manier uit te geven en te drukken, is inderdaad een grote dienst aan de islam. Tegenwoordig beweren de geestelijken van Pakistan dat er veranderingen zijn aangebracht en dat het daarom verboden moet worden. Tafsir-e-Saghir is verboden in Pakistan en niemand mag het zelfs maar in huis hebben, terwijl de weldenkende mensen uit het verleden zeggen dat er niets vergelijkbaars is, dat het prijzenswaardig is en dat men er veel van kan leren. Mogen Allah de Almachtige de geestelijken vandaag de dag in staat stellen om ook met rechtvaardigheid te zien. Vervolgens maakten de theologische en literaire uitmuntendheid van het Engelse commentaar op de Koran ook grote indruk op de geleerden van het hoogste niveau in Europa en Amerika. En zij gaven het uitstekende beoordelingen, zo stelt de bekende geleerde A.G. Arbery, deze nieuwe vertaling en commentaar van de Heilige Koran is een prachtige prestatie. Het huidige volume van deze prestatie lijkt de eerste stap te zijn. Dat wil zeggen, het volume dat hij ontving. Hij zegt, er zijn 15 jaar verstreken sinds de geleerden en onderzoekers van de Ahmadiyya Muslimgemeenschap in Qadian met dit ongelooflijke werk zijn begonnen. En dit is gebeurd onder de bemoedigende leiding van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Het was een zeer belangrijke taak, namelijk het publiceren van de tekst van de Heilige Koran samen met een uiterst nauwkeurige Engelse vertaling. En niet alleen dat, maar ook het commentaar van individuele versen samen met de vertaling. Vervolgens schrijft hij, in het begin staat een lange inleiding die Hazrat Mirza Bashiruddin zelf heeft geschreven. Hij vermeldt vervolgens wat er in de inleiding staat. Als men zou zeggen dat dit werk een opmerkelijk eerbetoon is van onderzoek en kennisverwerving in de islam, dan zou dat niet overdreven zijn. Het is in elk stadium voorbereid met de verwijzingen naar boeken en exegese, lexicons en boeken van geschiedenis enzovoort. De lezer blijft versteld staan van de lange lijst van deze boeken.
Hieruit blijkt dat degenen die dit hebben voorbereid niet alleen de bekende Arabische exegeses hebben bestudeerd, maar dat zij ook rekening hebben gehouden met alles wat op kritische toon door de Europeanen en Orientalisten is geschreven. Als men alleen naar de vertaling zou kijken, zou men niet anders kunnen zeggen dan dat de Engelse vertaling vrij is van fouten en dat zij zeer verfijnd is. Hij vervolgt: beweringen van de niet-islamitische critici zijn hierin weerlegd en er is ook een passende kritische analyse van andere geloven. Voor niet-islamitische lezers kan het lijken alsof er in verschillende delen eenzijdige informatie op kritische toon wordt gegeven, maar zij moeten er rekening mee houden dat ook deze gedeelten met zuivere bedoelingen zijn geschreven, zodat het betaamt ze met de grootste aandacht te lezen. Hieruit wordt duidelijk in welke context de rechtschapen en deskundige moslims de tradities en leringen van andere godsdiensten bekritiseren. Dr. Charles S. Braden, die voorzitter was van de afdeling Geschiedenis en Literatuur van Religies aan de Northwestern University, schrijft: de uitgave van dit boek is buitengewoon goed, het type is van hoge kwaliteit en het is gemakkelijk te lezen. In termen van alle Engelse publicaties over islamitische literatuur is dit een zeer waardevolle aanvulling, waarvoor de wereld, de Ahmadiyya-gemeenschap, enorm dankbaar is. Toen schreef een beroemde christelijke krant, een Nasser: de Ahmadiyya-gemeenschap heeft uitstekend werk verricht in het verspreiden van het islamitische geloof in Amerika en Europa. En dit werk wordt voortdurend gedaan met de constante stroom van missionarissen, samen met de publicatie van verschillende boeken en folders die de uitmuntendheid van de islam en de waarachtigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam illustreren. Wij waren zeer verheugd over de Engelse vertaling van de Heilige Koran. Deze vertaling is gemaakt onder toezicht van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed, imam van de Ahmadiyya-gemeenschap. Deze vertaling van de Heilige Koran is boeiend en geeft troost aan de ogen van degenen die het lezen. Deze vertaling bestaat uit een hoog niveau van denken. De Koranversen staan in één kolom en de vertaling staat in de kolom ernaast, waarna een gedetailleerd commentaar volgt. Wie dit commentaar bestudeert, vindt daarin gedetailleerde antwoorden op de aantijgingen van Orientalisten en Europese tegenstanders. Het is vermeldenswaard dat de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed Sahib, samen met deze vertaling ook de biografie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geschreven. En deze biografie en vertaling zijn ongeëvenaard. In ieder geval zijn dit de commentaren betreffende Tafsir-e-Kabir, Tafsir-e-Saghir en het vijfdelig commentaar. Nu zal ik ook enkele toespraken vermelden. Niet-Ahmadis hebben ook de geleerde schat geprezen die Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu voor ons presenteerde in de vorm van toespraken. En ik zal hun opvattingen vermelden. Een van zijn toespraken was een nieuwe wereldorde, die hij voor een extern, namelijk een niet-Ahmadi publiek hield. Terwijl hij deze toespraak becommentarieerde, schreef een bekende Egyptische journalist en professor Abbas Mahmoud Al-Aqad het volgende in een beroemd Egyptisch tijdschrift, Ar-Risala, over de publicatie van de Engelse vertaling van deze buitengewone lezing. Bij het bestuderen van deze lezing is het duidelijk dat de deskundige docent Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed de focus van een wereldorde richt op het elimineren van de problemen van armoede en ontbering. Of met andere woorden, het gelijkelijk verdelen van middelen onder naties en mensen. Ongetwijfeld is de spreker, Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed, goed op de hoogte en hij heeft volledige kennis van alle nieuwe ordes in de wereld die geprobeerd hebben deze problemen op te lossen, zoals het fascisme, nazisme, communisme en andere democratische systemen. Hij richtte zich niet zomaar tot hen, maar had een diep gewortelde kennis van alle nieuwe ismen. Dan vervolgt hij: tegelijkertijd is hij van mening
Een overtuiging die volkomen juist is, dat de staat, partijleiders en regeringen deze problemen niet kunnen oplossen en dat daarom een geestelijke kracht nodig is om deze moeilijkheden op te lossen, omdat dergelijke moeilijkheden die de hele mensheid betreffen alleen kunnen worden opgelost met de collectieve inspanningen van de hele mensheid. Vandaar dat overtuiging en geloof die het grootste middel zijn om tevredenheid te bewerkstelligen en vrijmoedigheid brengen in het ondernemen van rechtvaardige daden en het ondergaan van hervormingen, niet over het hoofd mogen worden gezien. Vervolgens onderzocht hij in detail de belangrijkste religies in India in het bijzonder en andere religies in de wereld in het algemeen, om de oplossing te zoeken voor de moeilijkheden die de wereld verafschuwt en om een nieuwe wereldorde te vinden die kan worden voorgesteld in tegenstelling tot de huidige orde. Want het is ook hun verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor dit probleem en deze moeilijkheid uit de weg te ruimen. Vervolgens schrijft hij dat hij verschillende argumenten naar voren bracht ten gunste van het feit dat andere religies hun eigen bevelen zouden kunnen presenteren als zij die hadden. Maar zouden zij daartoe niet in staat zijn? Hij schrijft, hij presenteerde vele argumenten ten gunste van het feit dat van alle religies de islam de enige religie is die het vermogen heeft om deze problemen op te lossen. Alle mensen en alle naties waren vroeger in staat om deze toe te passen en zij kunnen dat ook in het huidige tijdperk. Vervolgens vatte Mahmoud al-Aqad een deel van de nieuwe wereldorde samen in zijn eigen woorden. Met andere woorden, niet alleen heeft de productieve spreker geen middel onbeproefd gelaten bij het uitdagen en vergelijken van de religieuze concepten die hierboven slechts kort zijn aangegeven. Hij had zeer gedetailleerd geschreven, maar ik heb dat deel niet gelezen. Maar hij heeft zich er sterk op geconcentreerd en was nauwgezet, omdat, zoals hij stelde, geloof iets is dat kan leiden tot hervorming. Samen met het uitdagen en vergelijken van deze geloven, heeft hij ook al deze politieke en sociale systemen uitgedaagd, en zo bewezen dat ze allemaal tekortschieten, zowel praktisch als spiritueel, in het vervullen van hun doel. Vervolgens vat hij het gedeelte van de nieuwe wereldorde samen, waarin politieke en sociale systemen aan de orde komen. Dan zegt hij, als deze stem verspreid zou worden onder de Engelsen van Europa en Amerika, in feite, zelfs als het verspreid zou worden binnen India en degenen die in het oosten wonen, zal het zeker invloed blijken te hebben. Een andere lezing die Hazrat Musleh Maud radiallahu ta'ala anhu hield was The Outset of Dissension in Islam, die werd gehouden op de bijeenkomst van de Martin Historical Society in het Islamia College in Lahore. Deze lezing was zo geleerd en omvattend over de islamitische geschiedenis dat gerenommeerde historici zich in vergelijking met hem als studenten beschouwden. Een samenvatting van het onderzoek van Hazrat Musleh Maud radiallahu ta'ala anhu is, ik zal een samenvatting geven dat het bewezen is dat Hazrat Uthman en andere metgezellen geen deel hadden aan enige wanorde en vrij waren van fouten. In feite vertoonde hun gedrag een zeer hoog niveau van morele normen en zij betraden de hoogste normen van deugdzaamheid. We kunnen niemand van hen beschuldigen. Nog Hazrat Osman, nog de metgezellen. Vervolgens legde hij uit dat de metgezellen zich niet verzetten tegen het kalifaat van Hazrat Osman. Zij bleven trouw tot het einde. Hij bewees ook dat het onjuist was om te zeggen dat de metgezellen in opstand kwamen. Verder is de beschuldiging tegen Hazrat Ali, Hazrat Talha en Hazrat Zubair van het smeden van geheime complotten ook volledig vals. En dit werd ook bewezen in de lezing. De beschuldiging tegen de Ansar dat zij ontevreden waren over Hazrat Uthman is ook vals, omdat we vinden dat alle leiders van de Ansar ernaar streefden
om de verdeeldheid op te heffen. In ieder geval zijn de indrukken van niet-Ahmadis met betrekking tot deze lezing als volgt. Sayyid Abdul Qadir Sahib M.A., professor aan het Islamia College Lahore, schrijft: de geleerde zoon van een geleerde vader. De prestigieuze naam van Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad is genoeg om zeker te weten dat deze toespraak uiterst gevuld met kennis is. Hij zegt: ook ik heb enige kennis van islamitische geschiedenis en ik kan beweren dat, of het nu moslim of niet-moslim is, er weinig historici zijn die de kern van Hazrat Uthmaans tijdperk van kalifaat hebben kunnen begrijpen of succesvol zijn geweest in het begrijpen van de redenen achter de wanorde en burgeroorlog die plaatsvond. Hazrat Mirza Sahib is er niet alleen in geslaagd de factoren te begrijpen die tot de burgeroorlog leiden, maar hij heeft de gebeurtenissen met grote helderheid en volgorde weergegeven om te verklaren waarom het tijdperk van die kalifaat zulke turbulente tijden doormaakte. Ik denk dat iemand die geschiedenis studeert een dergelijk onderzoek niet eerder is tegengekomen. De realiteit is dat hoe meer men de authentieke islamitische geschiedenis bestudeert met betrekking tot het tijdperk van Hazrat Osman, hoe meer lessen men eruit kan trekken en hoe meer het wordt vereerd. Er zijn nog veel meer opmerkingen, maar de tijd laat het niet toe ze allemaal te noemen. Vervolgens was er een lezing van Hazrat Muslimaud over het economisch systeem in de islam, die plaatsvond in het Ahmadiyya Hostel Lahore. Deze toespraak duurde ongeveer 2,5 uur. Naast Ahmadi moslims waren er honderden moslims en niet-moslims aanwezig. En in sommige bronnen wordt dit aantal op duizenden geschat. De meerderheid van het publiek bestond uit hoogopgeleide personen, waaronder niet-Ahmadi moslims en andere niet-moslims, als ook professoren en studenten van de Universiteit van Punjab. Tijdens de toespraak maakten professoren, advocaten en andere intellectuelen voortdurend aantekeningen. Hazrat Muslimaud radiyallahu anhu geeft een samenvatting van het economische systeem in de islam. De essentie van het economisch systeem van de islam ligt in een passende combinatie van individuele vrijheid en staatsinterventie. Een individu zou tot op zekere hoogte vrijheid moeten hebben, maar de staat zou ook enige tussenkomst moeten hebben. Maar zij zouden op de juiste wijze op elkaar afgestemd en gecoördineerd moeten worden. Het economisch systeem dat door de islam naar voren wordt gebracht, laat staatsinterventie tot op zekere hoogte toe. Maar het voorziet ook in individuele vrijheid. En juist evenwicht tussen deze twee definieert het islamitische economische systeem. Individuele vrijheid wordt verleend om mensen in staat te stellen vermogen op te bouwen en dit vrijwillig uit te geven om de spirituele voordelen in het volgende leven te verkrijgen. Het moet niet alleen beperkt blijven tot wereldse concurrentie, maar ook zodat men kan toenemen in de competitie van het verrichten van goede daden voor het hiernamaals. Staatsinterventie daarentegen is voorzien om de armen te beschermen tegen economische uitbuiting door de rijken. De staatsinterventie wordt essentieel geacht om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het schaden van de zwakkere delen van de samenleving, terwijl individuele vrijheid essentieel wordt geacht voor een gezonde concurrentie tussen individuen en om hen in staat te stellen voorzieningen te treffen voor het leven in het hiernamaals. In het islamitische economische systeem krijgen individuen dus alle gelegenheid om vrijwillig de mensheid te dienen en verdiensten te verwerven in het hiernamaals door het recht op individuele vrijheid te handhaven. Individuele vrijheid opent dus eindeloze mogelijkheden van vooruitgang door de kracht van gezonde concurrentie. Tegelijkertijd wordt voorzien in oordeelkundig overheidsingrijpen, zodat het economisch systeem niet gebaseerd is op brutaliteit en onrechtvaardigheid en belemmeringen voor de economische vooruitgang van een deel van de samenleving worden vermeden. In de tweede helft van zijn toespraak gaf Hazrat Muslimaud een diepgaande analyse van de communistische ideologie vanuit religies, economisch, politiek en praktisch perspectief. Tegen het einde las hij de passage van de Bijbel in Urdu voor die een buitengewone profetie hierover bevatte. Daarnaast noemde hij ook de profetieën van de beloofde Messias al-Islam en ook zijn eigen profetieën. De lezing van Hazrat Muslimaud zond schokgolven door de vooraanstaande academici
En door de genade van Allah kreeg het enorm succes op elk niveau. Het publiek luisterde zo aandachtig naar de toespraak dat het leek alsof er vogels bovenop hun hoofd zaten. De toespraak duurde onafgebroken 2,5 uur. Bij het horen van de toespraak begon een professor te huilen. Sommige studenten die geneigd waren tot het communisme, zeiden dat ze nu geneigd zijn tot het islamitisch socialisme en dit juist achten. Na het beluisteren van zijn toespraak spraken enkele masterstudenten van de afdeling Economie de wens uit dat de Engelse vertaling van de toespraak zou worden gepubliceerd en aan de professoren van de afdeling zou worden gegeven. In die tijd, toen het subcontinent nog onder Brits bewind stond, waren de meeste professoren Engels. Zij zeiden ook dat veel mensen verschillende regelingen voor de vooruitgang en ontwikkeling in India naar voren brachten. Het islamitische systeem dat door zijn heiligheid is voorgesteld, zou de mening van de moslims vertegenwoordigen. De voorzitter ten tijde van deze toespraak was de heer Ramchandar Machanda Sahib, die advocaat was bij het High Court Lahore. Een persoon die over de toespraak schreef, zei: nadat deze uitstekende toespraak was beëindigd, hield de voorzitter van het evenement, de gerespecteerde Lala Ramchand Sahib, een korte toespraak en zei: ik beschouw mezelf als zeer gelukkig dat ik naar deze waardevolle toespraak heb kunnen luisteren. Ik ben blij te zien dat de Ahmadiyya-beweging vooruitgang boekt en een opmerkelijke vooruitgang boekt. De toespraak die u allen zojuist hebben gehoord, bevat nieuwe en onschatbare punten die zijn uitgesproken door zijn heiligheid, de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap. Ik heb veel baat gehad bij deze toespraak en ik weet zeker dat u ook baat heeft gehad bij deze unieke punten. Het verheugt me te zien dat niet alleen moslims, maar ook niet-moslims in deze bijeenkomst aanwezig zijn. Vervolgens verklaarde hij: aanvankelijk dacht ik, en dit is een fout van mijn kant, dat de islam in haar leer alleen oog heeft voor moslims en niet veel geeft om niet-moslims. Maar vandaag, na het luisteren naar de toespraak van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap, ben ik te weten gekomen dat de islam gelijkheid onderwijst voor de hele mensheid. En dit heeft mij zeer verheugd. Ik zou mijn niet-moslimvrienden willen vragen of zij enige aarzeling hebben om deze interpretatie van de islam te respecteren en te eren. De serieuze manier waarop u naar deze 2,5 uur durende toespraak van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap hebt geluisterd, als een Europeaan dit spektakel zou meemaken, zou hij verbaasd zijn over hoeveel vooruitgang India heeft geboekt. De persoon die verslag deed van de gebeurtenis verklaart verder: na het beluisteren van de toespraak kon de meerderheid van het publiek alleen maar vol lof spreken over de toespraak. De meeste mensen gaven toe dat hoewel wij in ons geloof verschillen van het geloof van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed, dat wil zeggen dat ze niet geloofden waarin hij geloofde, zij echter de waarheid niet kunnen verwerpen. Ondanks dat zij verschillende geloofsopvattingen hebben, kunnen zij niet ontkennen dat hij een van de grootste geleerden van India is. En dit is de waarheid. Dit is inderdaad absoluut correct. De manier waarop hij verwees naar economie, gebaseerd op Koranische bevelen en waarheden, en de manier waarop hij de Europese economische filosofie weerlegde, is nog nooit door iemand gepresenteerd. In die zin dat zelfs niet-moslims de superioriteit van zijn leer accepteren en degenen die neigden naar het communisme werden gedwongen de gebreken ervan te accepteren. Maulvi Sher Ali Sahib verklaarde dat hij na de toespraak enkele niet-Ahmadi-studenten onder elkaar hoorde zeggen: als je hierna nog steeds het communisme steunt, dan ben je een schande. Evenzo begon, zoals eerder vermeld, een professor na het beluisteren van de toespraak te huilen. Na afloop van de toespraak spraken de niet-Ahmadi-professoren en studenten de wens uit dat, aangezien zijn heiligheid door tijdgebrek niet over alle onderwerpen kon uitweiden, er nog een toespraak zou moeten komen waarin hij uitvoerig over de resterende onderwerpen kan spreken, zodat mensen verlicht kunnen worden door de oceaan van kennis die Allah de Almachtige aan zijn heiligheid heeft geschonken. Hij zou vervuld zijn van wereldlijke en geestelijke kennis. Sayyid Abdul Qadir, onderdirecteur van het Islamia College Lahore en hoofd van de afdeling geschiedenis, ik
Hij schreef een column in de krant Sunrise Lahore over het onderwerp Islam en communisme. Hij schreef: ik ben erg trots en opgetogen dat ik de gelegenheid had om te luisteren naar de toespraak van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap, Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed, over het onderwerp het economische systeem van islam en communisme. Onder zijn verschillende andere lezingen had ik ook de gelegenheid om naar deze lezing van hem te luisteren. En het was een zeer verhelderende en informatieve lezing. Mirza Sahib beschikt over door God gegeven capaciteiten en hij beheerst elk aspect van dit onderwerp. Hij heeft hier geen diploma in en heeft er ook geen onderzoek naar gedaan, maar is onderwezen door Allah de Almachtige. Daarom is het noodzakelijk dat we hem waarderen en er aandacht aan besteden. Deze lezing is ook vertaald in verschillende talen en na het lezen ervan hebben de buitenlandse pers en de academische wereld deze lezing zeer geprezen. Na het lezen van dit boek schreef de voorzitter van het Hooggerechtshof, S.Y. de Jos Kasten, aan Molvi Karam Ilahi Zafar Sahib en verklaarde: ik ben zeer dankbaar voor uw brief, die ook een uitstekend boek bevatte. Bij het lezen ervan heeft het een diepgaande invloed op mij gehad. Ik kan u verzekeren dat Allah de Almachtige u enorm veel succes zal schenken in Spanje en ook in andere landen. Dit boek is buitengewoon interessant in relatie tot de huidige omstandigheden. Toen, bij het overlijden van Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu, schreef de krant Roshni Srinagar op 11 november 1965 de eerste voorzitter van het All India Kashmir Comité, de gerespecteerde Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed Sahib, overlijdt. Het schreef verder: hij was een briljant geleerde en denker. Er is bijna niemand die hem kan evenaren in zijn toespraken. Zijn toespraken over het ingewikkelde onderwerp van het economische systeem van de islam en de nieuwe wereldorde van de islam, stuk voor stuk in één enkele zitting gehouden, zijn in boekvorm gepubliceerd en zijn algemeen aanvaard. Zijn wetenschappelijke uitmuntendheid blijkt uit het feit dat de rechter van het internationaal gerechtshof, Sir Mohammed Zafrullah Khan Sahib, ook tot zijn toegewijden behoort. En de wijze waarop hij zijn mooie karakter heeft geprezen, is inderdaad boeiend en zeer zeldzaam om in een persoon te vinden. Hij was een fontein van seculiere en spirituele kennis. Zelfs de niet-Ahmadis erkennen dat hij een bron van wereldlijke en geestelijke kennis was. Hij was werkelijk uniek in zijn intellectuele en praktische bezigheden. Een groot deel van zijn leven besteedde hij aan het gedenken van God en aan wetenschappelijke bezigheden. Maar hij was ook een vastberaden en moedig leider op praktisch gebied. Verder staat er: het hart van elke Kashmiri is vol lof over de gerespecteerde Bashiruddin Mahmood Ahmed, omdat hij een grote rol heeft gespeeld in het streven naar vrijheid voor Kashmir. Toen de Tehrike Kashmir in 1931 werd opgericht, was hij de eerste voorzitter van het All India Kashmir Comité. Het was aan zijn inspanningen te danken dat de beweging vooruitgang boekte en een wereldwijde impact had. De Wembley Conferentie is zeer bekend in de geschiedenis van onze jamaat. Toen Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu's toespraak werd voorgelezen, gaven de externen hier ook commentaar op. In zijn korte opmerkingen aan het einde van de toespraak verklaarde de voorzitter: ik hoef niet veel te zeggen. De toespraak zelf weerspiegelt zijn schoonheid en uitmuntendheid. Dit is een Engelsman die dit zegt. Ik wil mijn dankbaarheid uiten aan Khalifatul Masih en ook namens de aanwezigen voor de uitstekende manier waarop het onderwerp van de toespraak was georganiseerd, de uitstekende standpunten en de diepgaande argumenten. Uit de reactie van het publiek blijkt dat zij het volledig met mij eens zijn en ik ben ervan overtuigd dat ik namens hen terecht met mijn dankbaarheid uitspreek. En ik spreek wat dat betreft namens hen.
Hij wendde zich toen tot Hazrat Musleh Maud, radiyallahu ta'ala anhu, en zei: gefeliciteerd met uw succesvolle lezing. En van alle lezingen die vandaag zijn gehouden, was uw lezing uitstekend. De persoon die dit verslag schreef, schrijft dat een heer Hazrat Musleh Maud benaderde en zei: ik heb 30 jaar in India gewerkt en heb de toestand van de moslims en de argumenten bestudeerd, omdat ik daar als missionaris diende. Maar u heeft uw lezing op zo'n uitstekende, duidelijke en zorgvuldige manier gepresenteerd, dat ik het nog nooit zo heb gehoord. De lezing wat betreft de ideeën, de volgorde van de onderwerpen en de gepresenteerde argumenten heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. In ieder geval zijn er talloze indrukken zoals deze. Bovendien, zoals ik in het begin al zei, dat Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu talloze literaire werken en toespraken heeft. En ik heb slechts enkele voorbeelden daaruit gepresenteerd. Ik zal ook een fragment presenteren uit de krant Fathul Arab Damascus in 1924, toen Hazrat Khalifatul Masih II naar Europa reisde, verbleef hij ook in enkele Arabische landen en de Arabische pers vermeldde ook hun meningen en indrukken over hem. De Fathul Arab Damascus krant schreef op 10 augustus 1924: de Khalifa is in het 40ste jaar van zijn leven. Hij heeft een volle zwarte baard. Hij heeft een tarte teint. Majesteit en grootmoedigheid is duidelijk van zijn gezicht af te lezen. Zijn ogen weerspiegelen buitengewone kennis, intelligentie en wijsheid. Wanneer je zijn intelligentieniveau beoordeelt door te kijken naar zijn gelaatstrekken, terwijl hij zijn tulband draagt, die wit is als sneeuw, zul je beseffen dat je voor iemand staat die jou heel goed begrijpt voordat jij hem kon begrijpen. Hij is in staat je te beoordelen door zijn ogen en hij glimlacht altijd. Over Hazrat Musleh Maud schreef het verder: hij glimlacht altijd, wat soms verborgen is en soms zichtbaar wordt. Je zult je verbazen over de betekenissen en het ontzag dat achter deze glimlach schuilgaat. Er zijn talloze indrukken zoals deze van niet-Ahmadis, die de gelegenheid hadden om een kort moment of een lange tijd in zijn gezelschap door te brengen. Zoals ik al eerder zei, had ik veel materiaal verzameld, maar vanwege de tijd heb ik slechts een deel ervan gepresenteerd. En zelfs dat was slechts een samenvatting ervan, en niet de volledige details. De woorden die de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, in de profetie noemden, of liever gezegd, die Allah de Almachtige aan de beloofde Messias, alayhi salam, openbaarde, zijn allemaal vervuld door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu. Geen geleerde, hoe groot ze ook waren, kon Hazrat Musleh Maud uitdagen in de kennis en wijsheid die Allah de Almachtige hem schonk. De literatuur die ons door Hazrat Musleh Maud is gegeven, is een kostbare schat van de jamaat. Veel van zijn preken, toespraken en lezingen zijn gepubliceerd en sommigen worden momenteel gepubliceerd. We zouden deze moeten lezen. En nu wordt ook de vertaling van deze literatuur in hoog tempo gedaan en insha'Allah snel beschikbaar gemaakt. Veel materiaal is al in het Engels vertaald en wordt momenteel ook vertaald. Daarmee bedoel ik dat er al enkele kleine boekjes zijn uitgegeven. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen voordeel te halen uit de kennis en wijsheid die hierin vervat zijn. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر